Goedemiddag op deze laatste dag van februari 2023. Oh, ik kan niet verder uitzoomen. En mijn wijk wordt al jaren opgeknapt. Er zit een hele gedachte achter. Want straten moeten natuurlijk ook bereikbaar blijven. Maar de niet doorgaande wegen gaan ze nu plaveien met bakstenen in plaats van met asfalt. Dat vind ik wel leuk. En de lente kondigt zich al aan. Ik heb net wat kleur gefotografeerd en die zal ik monteren in dit filmpje. Ik ben bezig met mijn ommetje. Dat doe ik al vanaf mei 2021, meen ik. Een coronatijd hobby. En hij staat weer aan, maar hij is in onderhoud. Dus ik kon vandaag ommetje niet aanzetten. Was ik alweer bijna vergeten. Oh jongens, ik geniet. Ik ben zo blij dat de winter er bijna op zit. Ik heb het persoonlijk nogal moeilijk gehad afgelopen winter. Om verschillende redenen, onder andere sterfgevallen. Maar nu ga ik zon tanken. Zo mooi die pluimen. Ik hoop dat het op het beeld ook zo mooi overkomt. Het eerste wat omhoog geschoten is. Balsemienlaanplantsoen. Heerlijk. Nog weinig watervogels. Als ik wegga, weet ik nooit wat ik ga lopen. Het is zo lekker weer dat ik weer even ga kijken in Kijkduin. Hoe het ervoor staat. Nou, al dat zand komt uit de bouwwerkzaamheden van de oprit van de nieuwe fietsenstalling. Tweede parkeergarage heb ik begrepen, Deltaplein eronder. Ze zitten. Het zijn toch aalscholvers. Even mijn handschoenen onder mijn arm doen, dan kan ik even naar boven. Kijken of ze bewegen. Er zitten er twee in deze boom. Ik weet niet of ik hier mag lopen. Maar goed, ik loop er nu, dus. En dan heb ik zon tegen. Ze hebben dezelfde kleur als de takken, dus ik weet niet of jullie ze zien. Even kijken hoor. Even inzoomen. Ik heb nu zon tegen, dus ik zie niks meer. Ik heb nu toch een soort paadje gevonden. Ik ben niet meer teruggegaan naar die vogels. Ik zie thuis wel of het gelukt is. Nou, hier hou ik van. Kruip door, sluip door. Op de blanke top der duinen. Ja hoor, dit is een pad. Ik wil eigenlijk iets hoger.
Mijn batterij is bijna leeg en ik was helemaal niet van plan om deze wandeling te maken. Oh, daar kom je op het echte pad. Kijk, hij is er altijd, hè, de Noordzee. Daar zitten die vogels, recht voor me. En dit is dus die zand. Het zanddepot noemen ze het, keurig Haags. Zanddepot. Zandheuvel. Kijk hoe het erbij staat na een week. En nu lekker met het zonnetje erbij. Even de duintop op hier, om een overall view te krijgen, een overzicht op die, op dat zanddepot, zoals ze het noemen. Een heel traject aangelegd voor alle, ja, hoe moet ik het noemen, voertuigen die met de bouw te maken hebben. Ik sta aan de voet van het Atlantic Hotel. Die is dus als laatste aan de beurt. En nogmaals even weer een update van Nieuwkijkduin. Juist voor het mooiste appartement. Ontwerper Jean de Bouvry hebben ze voorlopig die snacktents neergezet. Ondanks het mooie weer is het allemaal dicht. En de draaimolen. Vanochtend een oud filmpje bekeken. Van een jaar of ja, bijna 10 geleden. En toen zat Frederik in die draaimolen. Mijn achterneefje. Kijk! Terras is open. Pavarotti. Dat is goed nieuws. Dan ziet het heel anders eruit. Boven zitten ook mensen lekker te genieten van de zon. Nou, ik heb een apart filmpje over Pavarotti ooit geplaatst. Kunnen jullie opzoeken. Nieuwkijkduin. Vandaag 28 februari 2023.